Een hele goede dag YouTube, van harte welkom bij deze nieuwe serie, The Sinking City. Waarvan ik een maand geleden de allereerste aflevering heb geüpload als een soort van voorproefje, teaser van een gloednieuwe serie die er in ieder geval wel aan zat te komen. Maar die gewoon uit is gekomen in een periode waarin het druk was, zomervakantie was, andere games bezig waren op mijn kanaal. En er nog het een en ander speelde. Maakt voor de rest ook niet uit. Dit is vandaag het moment dat de tweede aflevering gaat verschijnen. Dat we verder gaan daar waar we zijn gebleven. Waar we de rare gorilla guy onder water hebben ontmoet. En waar sowieso dit meesterwerk van H.P. Lovecraft gaat vervolgen. Als je H.P. Lovecraft niet kent, dat is een hele bekende horrorauteur. Ik zou hem sowieso misschien eventjes googlen en misschien naar wat werken kijken van H.P. Lovecraft. Om uiteindelijk deze game misschien nog meer te waarderen. En daarnaast is het ook best wel vet dat dit in een periode nu gespeeld gaat worden op mijn kanaal. Waarin ook Man of Medan uit gaat komen. Dat is de gloednieuwe horrorgame, cinematische horrorgame van de makers van Until Dawn. En ook Man of Medan gaat op mijn kanaal komen. Gaat op mijn kanaal verschijnen en ik heb daar ontzettend veel zin in. En ik hoop jullie ook natuurlijk. In ieder geval van harte welkom. Laten we in ieder geval, jongens, weer verder gaan met deze game. Om oppakken waar we gebleven zijn. Dit is de plek waar ik ben geëindigd met deze character, Charles Reed. Weet niet zeker meer of hij zo heet, volgens mij. Maar hey, ik had in ieder geval wat plekken op de kaart al gemarkeerd toen ik stopte de vorige keer met spelen. We hebben ontdekt dat Albert vermoord is. En dat is gebeurd in de koelcel. Dat was in dit gebouw. En ja, ik zal toch denk ik wel heel erg moeten wennen eventjes aan de besturing, want het is een best uitgebreide detective game. We moeten natuurlijk werken met clues en dingen die ons zijn opgevallen. Even kijken, dus ik heb L1, dat is van wapen switchen en dat soort dingen. Dit is rammen, wat er overigens allemaal heel houterig uitziet, dat snap ik ook wel, maar... R2 is sprinten. En dat houterig is voornamelijk, de graphics zijn best wel intens, maar het houterig is voornamelijk omdat het waarschijnlijk geen AAA game is. En zo zoom je in en kan je foto's maken. En zou ik die selecteren en ik doe L1, dan heb je dit. Kan bukken. Alright. Steentje gooien, misschien om dingen af te leiden uiteindelijk. Wat is dit? Oh, dat is held. Dat kan ik ook gebruiken dan. Nou, best wel handig. Ik zal die maar even selecteren. En ik zal sowieso de objectives erbij pakken. Want ik ben nu aan het rondlopen hier in een gebied. Oh, new location. Wat? Under the keel bar. Ja, ik speel de game op de PlayStation 4 Pro in 4K. Oftewel de resolutie 2160p. Dat gaat soms gepaard met wat frame drops. Want dat... Wow. What the fuck is dit? What the fuck is dit? Er loopt er een of andere rare zeebeest. En nou is het dood. Oh, oh, oh. Ja, sommige dingen kunnen er oprecht beter uitzien. Maar dat maakt niet uit. Oké, zaklamp was rechte stuurknuppeltje. Het gaat mij voornamelijk om de sfeer, het verhaal wat het vertelt, de characters. Je moet het niet hebben van de meest geweldige animaties die je ooit in je leven gezien hebt. Nee, zo'n gamepie is het niet. Maar je hebt ook nog een andere knop. Dat was deze. Zo kan je die soort van focus doen. Albert was murdered. Oké, ja. Casebook. Het enige wat we ook weten is dat de moordenaar deliberate was. Oké. De lore van verschillende plekken. De skills. Waar ik heb nog helemaal geen skills, knowledge points, experience bovenin is ook weinig. We hebben natuurlijk maar één aflevering opgenomen. Dus het is nu puur even kijken wat we nou allemaal exact moeten doen. Want wat ik wel weet, kijk, we hebben verschillende locaties, hè, ontdekt. We hebben net bijvoorbeeld ook die bar als het goed is ontdekt. Hier, de Under the Keel Bar. De Oakmont City Port. Deze dingen heb ik dus zelf op de kaart gezet. Dat zijn, als je hier naar kijkt, in de casebook, deze stappen. En als je dan onderin beeld kijkt, dan zie je place on map. Dus ik kan bijvoorbeeld de house brawl, dat soort dingen kan ik allemaal doen. Kan ik selecteren, de bloodstained note. En dan kan ik doen place on map en dan plaats je het op de map. Maar die heb ik dus al hier geplaatst.
zal ik misschien weer met Gorillaman moeten praten. Kan je ook gewoon altijd on the go opslaan? Ja, save and load. Oké, top. Nou, we hebben vrij weinig gedaan. Dus ik denk dat ik even met hem weer ga praten. En dan kan ik dit soort dingen nu tegen hem zeggen. Tweede aflevering, Gorillamannetje of chimpansee. Ik weet niet wat de fuck het is. Mr. Throgmorton, I've encountered something. What? I don't have all day. Some unusual creatures. And they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them. But we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible. And when you can't, keep your weapons handy. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. Oh, no. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No, no, no. I don't believe it. No. My condolences, Mr. Throgmorton. I had hoped for a happier outcome. Your condolences will not bring him back. So much of our blood spilt for nothing. So much effort in vain. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes, make him beg for mercy. Seems like he was a fisherman by the name of Lewis. He had a gun and pursued Albert after he fled the house. Lewis it is, then. What do you know of him? Turns out you were right. He's an Innsmouther. Those filthy scum have done it now. When I'm through with them, they will rue the day they dared lay a finger on a Throgmorton. Bring me that dirtbag, Lewis. He and I are due a reckoning. Do this for me. And I'll help you with anything you need. Ik kan in ieder geval die clue even wegzetten nu. Albert was murdered en deze locatie is heel... Nou ja zeg, je kan het gewoon niet selecteren als het zo dicht op elkaar zit. Nou goed, sure. Hier heb je nog die lifeboat. Als iets namelijk echt is ontdekt als locatie waar je clues kan vinden... Dat is wel vreemd, want dan zie je dus all evidence collected eronder staan. Maar hier heb ik dus sowieso al niet all evidence collected en ik heb hier ook niet all evidence collected. Als ik nu ga naar mijn casebook, dan heb ik wel een nieuwe stap. Frosty Welcome gaat nog steeds door, maar moet ik nou nu iets doen of zo? Hier, de Oakmont Cityport. En daar is een bar. Lewis maybe at the bar. Daar kunnen we het zelf dus op die manier neerzetten. Het is best wel een moeilijk spel, moet ik heel eerlijk zijn. Want de clues, of... Ja, in ieder geval de stappen die je hebt bij je casebook, die moet je zelf op de map plaatsen. Je hebt geen markering zo van daar is hij. Dit lijkt me trouwens ook wel iets fucked ups, man. Asylum zit er dus ook gewoon in. Nou goed, dan gaan we maar richting die guy at the bar. Hopelijk is het dan de goede bar. Ja, zie je? Under the keel bar. Daar zou het hoogstwaarschijnlijk zijn. Ik ben alleen nu wel al een beetje scheiterig om cases daadwerkelijk op te gaan lossen zo. Omdat ik dus het spel maand niet heb aangeraakt en nu gewoon de aflevering induik zo van... Yo, what up guys? We gaan de game induiken. Ja, daardoor... Weet ik de besturing straks tijdens het uitzoeken van cases helemaal niet meer. Zullen we eens praten met deze chap? Wat is dit er voor een, joh? You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. Zal ik eens met deze mannen praten? Met hem kan niet gepraat worden. Hem wel. The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. Yo dude, ik ben voor hem iets aan het uitzoeken. Moet je dan meteen zo gemeen zijn? Wat is dit voor wifi?
Oh! Oh! Knock it off! The PowerPix community. Maar of course. Even kijken waar de ingang is hoor jongens. Wow, what the fuck is dit joh? Al die beesten en zo. Ik vind het wel gewoon vet om zo'n wereld te verkennen en kijken wat je overal kan vinden. Tot nu toe nog vrij weinig, maar dat komt waarschijnlijk omdat we gewoon... ja, de story toch wel moeten... driehoekjes eroverheen gaan. De story nog moeten volgen. Maar hier is ergens een bar. Dus ik moet eigenlijk eventjes de map erbij pakken. En dat is hierboven, joh. Ben ik er echt zo hard voorbij gerend? Denk het wel. Onder de Kielbar, wat een enorm gezellig plekje. Oh, mensen zitten gewoon zinloos voor zich uit te staren en te zuipen. Come closer, troubled soul. Troubled soul? Nou, ik kan niet wachten. Some kind of fortune teller? Yes, my dear. Yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Really? Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. All right, how much? A dollar? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Let's hear what my future holds. Good. Let me focus. The sea will be generous in the coming days. Many gifts delivered, and many will regret partaking. I don't think I follow. I see old and new, a hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too, but you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars, circled by the dead. A race from one to the next, as time itself laughs. Thank you. I'll keep that in mind. You are welcome. I can't wait to see what you do. Nou, dit is ook wel een momentje. Mijn allereerste trophy. Have your fortune read. Dit is best wel een vage vrouw. Ik heb haar één kogeltje moeten betalen en dit is wat ik kreeg uiteindelijk. Over de game verder nog, hè? Over de trophies, zeg maar. Dus heeft de Sinking City een totaalpercentage van 3.0 al. En de game is echt net een maand uit. Dus 3% heeft de platinum al. Oftewel, het komt erop neer als we misschien sorteren op zeldzaamheid. Dan is dit de moeilijkste trophy. Defeat a little girl without playing fair. Ik heb geen idee wat de fuck dat betekent. Maar het wordt dus niet moeilijker dan 5.6%. Dus dit is waarschijnlijk een platinum die we ook dit jaar halen. Maar dat jullie dat in ieder geval weten. Verder ga ik nu eventjes eerst met wat mensen praten hier. Ja, ik vind het zo raar om een zaklamp aan te zetten in een bar, maar oké, ik ga wel eerst met hem praten. Welcome to Under the Keel. What do you want? I've seen some unsettling creatures around. Like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea, others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember, better to be a coward and live than brave and dead.
Unless you're a newcomer. I'm looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. Robert Throgmorton hired me to investigate his son's disappearance. I found the note about your debt to Lewis near his cold, dead body. It looks like Lewis murdered Robert's kid. You want him to come here and ask instead of me? What? Don't what me. At best, you're harboring a criminal. At worst, you're an accessory to murder. What? No. I ain't done nothing. Precies, dus praat. Mr. Throgmorton. No. No. Throck. Lewis is upstairs. Here's the key. Smart Holy man. Shit. There's your good deed for the day. Bye. Holy shit. Het is in één keer gelukt. Ik ben in één keer succesvol met mijn eerste aanpak. Ik denk, ik wees gewoon eventjes een cold badass. Want ik ben en blijf natuurlijk wel een detective. En hem alleen maar aanspreken op het feit met... Yo, dude, je werkt mee aan het verstoppen van een crimineel. Hij heeft hem in paniek gebracht. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. Ugh, I'll miss the Carpenter's food giveaway with this darn port closure. What the hell gebeurt hier? What the... Get the... Oh. Het is wel echt een gezellige plek, man. Echt een chille sfeer hier. Maar ze spreken dus over de flood, alsof het hier opeens is overspoeld en daarbij allerlei rare bovennatuurlijke dingen zijn gebeurd. Dus het is niet gewoon simpel een overstromingje geweest. De hele heel Oakmont is veranderd. Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Why do you look like that? What kind of... why do you... your face, it's... Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Wanna spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the she. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Heb je zijn armen gezien? Helemaal die aderen er doorheen met schubben gewoon. Dat ziet er fucking vet uit. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Buried gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though I suspected it had something to do with that ape. Turns out I was right. I hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread.
And those Throgmortons in their high castle only made our life harder, always conspiring behind our backs, always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. En precies door deze houding die hij nu heeft, deze attitude, kan ik nu zeggen wat ik wil zeggen. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. Well, I don't know what to say. I wasn't myself. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right. Those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. I think I've got all I need. Please, Mr. Reeve, don't tell Throgmorton about me. I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. Dan hebben we in ieder geval een aantal gedrochten minder. Kijk dat hoofd, joh. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Now, don't try my patience further, Mr. Flynn. Holy shit, I'm a beast, all evidence collected, mind palace. Deze game is echt groot. The fuck, man. Fortune Teller's Prophecy staat ook gewoon in mijn lore nu, dus dat is ook perfect. Dat hele tekstje wat ze tegen me heeft verteld, als ik misschien later in de game dingen en situaties ga tegenkomen, kan ik terugkijken naar de tekst en denk, oké. Dan hebben we nog de casebook. Frosty Welcome heeft nu een compleet nieuwe Mind Palace. Lewis Flynn's Testimony. Ja, dat is ook hier. Dus dat hoeft dan niet per se. Kan deze ook editen. Delete. Dit is in ieder geval de bar. En ik wil een markering plaatsen en dat wordt dan... De markering van Lewis Flynn, die is daar. En wat kan ik in de Mind Palace doen? Lewis was affected by hysteria. En dat is dus waarschijnlijk die vloek die uit de zee is gekomen. Want dus allereerst die aap die is gaan duiken, die werd sowieso al hysterisch in paniek wakker, is weggerend. En Lewis was affected by hysteria, is er achteraan gaan rennen en heeft hem uiteindelijk doodgeschoten. En het is zo apart. Albert spread hysteria around him. Dat is zeker waar. Kijk hoe vet dit eruit ziet, man. Lewis killed Albert Throgmorton while under some sort of mental influence. He couldn't control his actions and thus can be blamed for Albert's death. I could try and cover for him, or else Robert Throgmorton will have his head. Bizar vet dit. Maar hij kon er ook niks aan doen. Please, I told you the truth, I swear. Dus nu moeten we terug naar die aap en dan hoop ik dat er een volgende logische actie komt.
Of dat ik er nu gewoon voor zorg dat hij alsnog sterft. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet wat de game wil. Wat het verloop is. Ik weet ook niet hoeveel verschillende manieren en uitkomsten er zijn. Maar daar gaan we snel genoeg achter komen. Ik heb sowieso all evidence. En ik denk dat als deze stappen op een goede manier voltooid worden, dat dit meteen de eerste quest is die we helemaal halen. A frosty welcome. I tracked the murderer down, but he was attacked by those things prowling the back alleys. And they tore him apart. It was that Innsmouther fisherman, Lewis. He was covered in your son's blood. That may have attracted the beasts. Are you certain the body is his? Beyond any doubt. All that's left of him is a heap of flesh and a scrap of cloth. It's from his jacket. Just ask his friends. Alas. This was my revenge to exact, not some wild beasts. Something must be done about those pests. Still, justice has been served. This isn't closure, but at least I know now the story. Thank you. Mr. Throgmorton, I hate to press you, but do you think you could help me now? Yes, you've earned it. Okay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? I'm looking into an outbreak of erratic behavior and madness, all linked to shared visions of this place. Indeed. Then our goals align. This inexplicable hysteria has spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. Indeed, Professor Doe, the expedition leader, complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture. A sleeping giant. Around streets, and a voice calling from the depths. Her words, exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. A geological expedition? I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness have the same source. As above, so below. So I sent men to find out. You think the flood is unnatural, what? You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster. You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? You think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. Dit is echt vet, hè. Jeetje. De game begint echt weer op me te groeien en dat in één aflevering. Wat is het, ondanks de clunky animations en de niet perfecte AAA-budgetten waarschijnlijk voor deze game, is het, hoe ze het ook voor elkaar hebben gekregen, een ontzettend sterke sfeer waar ik echt wel een beetje hooked over ben, hoor. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throgmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research, but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Oldgrove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets.
bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. Wat, ik heb een revolver gekregen. Ik heb zoveel XP, cartridges. Case completed. Potverdikke me, wat is dit een gruwelijke game. New case, Lost at Sea. Ik kan niet wachten om hierin te duiken en deze shit uit te zoeken. Dit is echt heel sterk, potverdorie. En ik heb gewoon een revolver. Met 4 bullets. Ik heb dan wel niet zo heel veel bullets. Maar dat geldt hetzelfde waarschijnlijk voor deze gun. Daar heb ik helemaal geen bullets voor. Ik heb allemaal dingen wel gekregen. Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Dat is lastig, hè? Dit is een spuit. Als dit al een spuit is... Dan wat is dit? Ook een spuit. Dus dit is medical. Daar zie je een plusje bij staan. En hier staat een breintje op. Word je daar slimmer van? Kan je dan betere evidence zoeken? Zoiets. Ik denk dat je het in die hoek moet zoeken. Dit is mijn revolver. Die er echt wel bruut uitziet. Alleen hetgeen wat ik nu ga doen. Ik ga hem even opslaan. Want dit is ontzettend goed, goed gegaan eigenlijk. Ik denk dat ik hem even ga opslaan. Ik heb dus een nieuwe key to the headquarters gekregen. Dat is voor Mr. Throgmorton en The Last Expedition. Daar weet ik nu dingen over. En de completed case is a frosty welcome. En dit is Lost at Sea. We hebben dus ook nog side cases. Ik ben ook benieuwd in hoeverre die diepgang hebben, right? Daar ben ik nu echt benieuwd naar. Want de grote, zoals je het ziet, de grote missies, verhaalmissies, waarschijnlijk de campaignmissies, die zien er echt heel goed uit. Dan zal ik hier nog even naar binnen gaan en nu eigenlijk aan die ene man vertellen... Oh, ja. Hey, got a spare bullet, fella? I ain't eaten in days. Nee. Fuck off. Nee, ik ga dus nu gewoon aan die gast vertellen dat ik hem niet heb verraden. En gewoon heb gezegd dat hij is overleden. En misschien ga ik daar ook nog wat voor krijgen en dan eindig ik de aflevering, jongens. Dan zit aflevering 2 van de Sinking City erop. En ben ik alleen maar extra hyped geworden, potverdorie. The door won't budge. Huh? Wat? Dat is echt kut. The door won't budge. Ik kan er niet meer in. Dat is balen, ik kan er niet meer in. En nou kan ik dus die godverdomme bullets die gast me had beloofd... ...niet meer terughalen. Oftewel, ik moet met een simpelere aanpak komen. Ik moet simpeler denken. Ik heb nu gedacht van... ...hallo, ik kan niks beloven. We zien wel hoe het loopt. En ik heb hem dus uiteindelijk in bescherming genomen. Maar nu wil ik hem vinden omdat ik mijn bullets wil krijgen. En nou is hij weg. You want a drink? You want a drink? Ja, geef dan. Nou, hij is gewoon echt weg. Ja, dat is balen, hè? Dat is balen, dus we moeten maar in de volgende aflevering, in aflevering 3 van The Sinking City, moeten we uiteindelijk maar gaan duiken in de expedition. En daar het verhaal vervolgen om te zien of we misschien later nog deze soort half vis, half mens gast tegen gaan komen. Lewis, dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het liken en tot aflevering 3 van The Sinking City, guys. Later.